Nou, we zijn hier vanmiddag bijeen geweest om de laatste bespreking te houden over de bijeenkomst aanstaande vrijdag 19 november om 3 uur op het Nassauplein. Waar we de 80ste herdenking houden van de sterfdag van Domelen Nieuwenhuis. 80 jaar geleden is Domelen Nieuwenhuis overleden. En Domelen Nieuwenhuis, dat hoeft voor vele mensen geen mededeling, geen extra mededeling te zijn. Dat een man was die vanuit zijn socialistisch optreden het opnam voor de werkende mensen. En wij als buurtgenoten hebben besloten om deze 80ste sterfdag van Domelen Nieuwenhuis niet maar zo voorbij te laten gaan. Het is belangrijk, gezien de situatie in deze tijd, dat waar Domelen Nieuwenhuis voor gevochten heeft, dat we nog steeds moeten blijven strijden tegen eventuele verslechteringen die er, ondanks het woordje welvaart wat zo vaak gebruikt wordt, nog steeds plaatsvinden. Ik denk daar alleen nog al aan als ik van de week hoor in Rotterdam dat meer dan 16% van de bevolking in Rotterdam onder de armoedsgrens leeft. En je kan dat natuurlijk nog aanvoeren met nog veel meer feiten waaruit blijkt dat die welvaart niet zo hoog is als dat het ons steeds op een schoteltje wordt gepresenteerd. Kortom, ik roep hierbij alle mensen op die Domelen Nieuwenhuis een warm hart toedragen. En die ook van mening zijn dat je zonder strijd geen overwinning kan boeken. Aanstaande vrijdag, de 19 november, om 3 uur op het Nassauplein aanwezig te zijn, waar we de 80ste sterfdag van Domelen Nieuwenhuis zullen herdenken. Kun je ook iets zeggen van hoe het programma eruit ziet voor die middag? Ja, dat kan ik zeker. Er worden namens de 4 wijkcentra's wordt er een krans neergelegd. En als ik over de 4 wijkcentra's die ons ondersteunen in deze actie, om het maar zo uit te drukken, die leggen een krans. En daarna zal de voorzitter van de meeting de meeting openen. Daarna zal er iemand spreken namens, onder andere spreken namens de Stichting Domelen Nieuwenhuis. We hopen dat er één van het gemeentebestuur ook aanwezig is. Ook die wordt in de gelegenheid gesteld om te spreken. En waarom is het zo belangrijk dat er eentje van de gemeenteraad aanwezig is? Omdat Domelen Nieuwenhuis voor de arbeiders in Amsterdam van grote betekenis is geweest. Verder zal er dan een van ons zal ook een speech houden over deze tijd en over de tijd van Domelen Nieuwenhuis. En verder wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om dus bloemen bij het standbeeld op het Nassauplein neer te leggen. Ik geloof dat we daarmee een grote eer aan de man die 80 jaar geleden overleed, dat we een grote eer hebben om dit moment te laten plaatsvinden. En tot zover zou ik het willen laten. Nou, ik niet, want we zijn nog iets vergeten. Dat goed. Is namelijk, het wordt slecht weer en als het goed weer is, is het ook wat killig. Na afloop zijn we in gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, maar dat niet alleen. Er wordt een tentoonstelling geopend in zaal 100 over het leven en werken van Domela Nieuwenhuis. Die tentoonstelling is alleen op die vrijdag te bewonderen, dus ik zou zeggen, kom allemaal. En een kopje koffie na afloop lijkt me ook een goede zaak. Nou, dat vind ik prima aangevuld. En misschien heb Mien van der Meijden... Ja, ik heb zeker wel wat te zeggen. Mien van der Meijden wil ik dan zeggen, dat is een vrouw uit de Spandammebuurt. Ook een van de initiatiefnemers. Een vrouw die altijd gestreden heeft voor de buurtbewoners. En dat nog steeds doet op haar op haar manier en met haar leeftijd in ogenschouw genomen. Nou, ik wil graag naar Domela herdenken, want
Domela, dat is een humaan mens. En die hebben we heel hard nodig in deze wereld. Domela was een antimilitarist, was tegen oorlog. Nou, we zien dagelijks op de televisie wat er gebeurt in de oorlog. Vluchtelingen, armoede, ellende. En het was een dierenvriend. Hij kwam ook voor de dieren op. Hij kwam voor kinderen, tegen kinderarbeid op. Nou ja, je kan nog een hele lijst noemen. Ik heb in ieder geval respect voor hem. En ik roep ook iedereen op om deze man te gedenken. Goed. Wil jij nog wat zeggen? Ja, ik denk dat het een hele eer is dat het beeld van Domela in Stadsdeel Westerpark staat. Omdat niet alleen in de tijd van de grote armoede, zeg maar voor de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna, maar ook in een zeg maar, meer algemene en idealistische strijd tegen het kapitalisme en de grote multinationals, heeft de statie de buurt in de jaren 70 en 80 en ook nu nog zijn er in de statie de buurt autonome initiatieven getoond wat het betekent om op te komen, individuele verantwoordelijkheid te nemen en strijd te voeren. Ik zou zeggen, mensen, bedankt vanmiddag voor de bijeenkomst. We hebben spijkers met koppen geslagen om even in mijn eigen beroep deze opmerking te maken. En nogmaals, buurtbewoners, Amsterdammers, ik roep jullie allemaal op. Kom naar het Nassauplein om Domela Nieuwenhuis te herdenken. Dank u wel.